Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zultreks. De enige echte natuurlijk, hè? De enige echte. Nou, wou ik een video weer maken. Dat het weer niet gelukt is. Ik ben weer niet buiten geweest. Ik heb weer lekker binnen gezeten het weekend. Ik ben alleen even naar mijn moeder geweest en voor de rest ben ik eigenlijk de deur niet uit geweest. Ik heb heel veel uitgerust. Ik heb heel veel computerspelletjes gespeeld. Dat ook. Ik heb natuurlijk zaterdag een livestream gedaan van GTA. Dat had ik al in de vorige vlog voor mij al verteld. Die vlog die was zaterdag. Het was eigenlijk weer een vlog van. Ik heb het weer niet gedaan. Ik ben weer thuis gebleven. Ik kan geen zin om te. Maar in ieder geval, ondertussen is er vandaag nieuws uitgekomen. Ja, er is nieuws vandaag. En dat is over de Efteling. De Efteling heeft weer een nieuw persbericht naar buiten gebracht. We hadden het al in verschillende Efteling-vlogs toen wij in de Efteling waren. Hadden wij al twee vlogs of zo, hadden wij het al over gehad. We hadden het over het spookslot. Nou, vandaag is dus het persbericht naar buiten gekomen. Het spookslot gaat weg. Ze gaan. Je kan nog tot van de zomer kan je het spookslot in. En dan wordt het spookslot wordt afgebroken. Weg. Zoals er al heel veel dingen weg zijn uit de Efteling. Dus jammer in ieder geval. Maar jullie zullen wel denken, is dit weer een afzeik video over de Efteling? Ja jongens, het is weer. Nou jongens, even je handen wrijven jongens. Het gaat weer gebeuren. Dat wordt weer een afzeik video van hier te Tokio. Nee, het wordt geen afzeik video, maar ik vind het wel heel erg belachelijk. Ik ben het er niet mee eens. Ik ben een van de mensen op die bekende roddelsite die het er niet mee eens is. Ik kreeg ook al een heleboel tegenberichtjes van ja en dit en dat. Het is geen. De Efteling is geen. Hoe heet dat? De Efteling is geen museum met allemaal afgedankte oude attracties en zo. Nee, maar je kan het spookslot kan je heel makkelijk renoveren. Maak hem mooi, maak hem netjes. Desnoods pleur er een dark white in of zo. Als je niet meer van dat concept houdt, gooi er dan gewoon een dark white in of zo. Maar laat het gebouw gewoon met rust. Laat het gebouw zo zoals het nu is. Misschien wel renoveren of zoiets. Ik heb weer een of ander heel raar ding heb ik hier ook. Maar goed. Renoveer hem gewoon. Knap hem op. Maak hem weer netjes. Of nou ja, eigenlijk moet je hem niet netjes maken. Want Spookslot is eigenlijk de attractie. Dat je een gebouw hebt wat al een beetje. Ja, het ziet er een beetje. Hoe heet dat? Ja, het ziet er een beetje aftans uit. Het ziet er lelijk uit. Niet onderhouden. De laatste tijd was de Efteling heel goed bezig om dat zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Want het zag eruit, de Efteling. Het is wel natuurlijk een krotwoning is het. Maar ja, zo hoort ook eigenlijk het spookslot hoort ook wel een beetje zo te wezen. Het gaat gewoon weg, jongens. Weer een attractie minder. Ja, dan liepen ze te zeuren tegen mij van ja, maar het is geen museum. En dan kom je allemaal oude meuk erin. Ze moeten ook verversen. Ja, renoveer hem gewoon. Maak er gewoon wat netjes van. Desnoods pleur er een dark white in of zo, weet ik voor wat. Maar laat hem bewaren. Bewaar hem in ieder geval. Ik heb zo even een optelsom zitten maken. En dat is ook hetgene waarom ik zo tegen het verdwijnen van het spookslot vind. Wat hebben we allemaal de afgelopen 2, 3 jaar, wat is er allemaal weggegaan?
Nou, de Monsieur Cannibal, dat mocht niet, dat was racistisch, dus die moest weg. Carnival Festival was ook racistisch, maar ja, die hebben ze dan nog wel gerenoveerd. Valt me nog mee dat ze die niet tegen de vlakte gegooid hebben. Wat hebben we nog verder gehad? Nou, die lelijke pandaloods, die mogen ze eigenlijk, ze moeten eigenlijk eerst die pandaloods moeten ze slopen. Of die fabula's loods moeten ze slopen, want tegenwoordig is het inmiddels natuurlijk fabula. Maar ja. Dan hebben ze hem omgebouwd naar Fabula. Nou, oké, leuk. Maar dan heb je weer een of andere piepfilm. Ja, die je al na 3 keer gezien hebt. En ja, dat je na 3 keer zoiets hebt van... Nou ja, ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Ik heb hem nou al 3 keer gezien. Dan gaat de lol ook een beetje eraf. Nou, wat hebben we nog meer wat weggegaan is? De Bob is natuurlijk die kinderattractie Max en Moritz. Oké, hij is wel leuk. Maar niet een goede vervanger voor de Bob. Nou, wat hebben we verder gehad? Polka Marina, weggesloopt. Wat is er voor teruggekomen? Ja, niets eigenlijk. Want op die plek waar de Polka Marina stond... daar is nu een beetje een zitting waar je allemaal bankjes hebt en zo. Nee, wat hebben ze ervoor teruggedaan? Hebben ze een stukje verderop... hebben ze dat nieuwe... die nieuwe speeltuin hebben ze gebouwd. Nest. Nou, fantastisch. Hebben jullie een leuke attractie. Polka Marina. En wat hebben ze ervoor veranderd? Een speeltuin. Nou, is dat even leuk? Is dat even geweldig? Nou, wat hebben ze nog meer allemaal veranderd? Meer volgens mij eigenlijk niet. Hè? Ja, de Python. Die hadden ze gesloopt. Hebben ze dan gelukkig dan nog wel laten staan. Hebben ze wel plat gegooid, maar hebben ze het teruggebouwd. Dus dat is dan wel weer positief. Maar jongens, als je dan de Polka Marina die je speeltuin wordt... de Bob voor Max en Moritz... het is wel allemaal een beetje slappe hap allemaal in de Efteling. En ja... Het kost klauwen voor mijn geld zo'n abonnement. Niet dat ik het erg vind, want ik vind het wel ontzettend leuk om een Efteling abonnement te hebben. Maar tegenwoordig gaat al het klassieke geuze bij het grof vuil. En er komt de meuk allemaal weer terug. Allemaal meuk komt er allemaal weer terug. Het is gewoon schandalig. Dus ja, Bob weg, Dinges weg, Spookslot naar weg, Monsieur Cannibal weg, Polka Marina weg. Het is de laatste paar jaren is het wel het jaar van het slopen. Fons die heb volgens mij van zijn centjes een nieuwe sloopmachine gekocht. Want hij gooit aardig, is die alles aan het platwalsen in de Efteling. En er komt wel weer wat voor terug, maar ja. Wat komt er voor terug? Ja, niet echt wat je zegt van... Nou, dat is wel heel erg spectaculair of zo. Nou, daar heb je die... bij het Spookslot hadden ze al het idee... om daar een achtbaan neer te zetten. Dan heb je nog die kermisachtbaan die ze ooit een keer moeten bouwen... maar nog steeds niet. Dan krijg je nog een tweede hotel erbij. Want ja, aan één hotel hebben we niet genoeg. Nee, dan moet je er gelijk 2 bouwen... En als je dan een hotel bouwt, dan is het leuk. Maar dan moet het ook wel een beetje betaalbaar zijn. En volgens mij is het weer zo'n hotel waar je ontzettend veel geld kwijt bent om een nachtje te overnachten. Nou, is dat voor mij niet echt heel erg noodzakelijk. Want als ik in mijn auto stap, ben ik binnen een uurtje ben ik in de Efteling en ik ben... nog een uurtje en dan ben ik weer terug. Dus voor mij is het niet echt. Maar het moet wel allemaal betaalbaar wezen. En dat is, dat mis ik wel een beetje aan de Efteling. Het is een beetje, het is allemaal een beetje net niet allemaal. En ik vind het ook wel heel erg jammer dat het Spookslot weggaat. Omdat, het is een van de weinige dingen wat nog overgebleven is van Tom van de Ven. Tom van de Ven, dat was eigenlijk de rechterhand van van Anton Pieck. Anton Pieck die heb Tom van de Ven geleerd om zo te tekenen. Tom van de Ven was daar niet erg blij mee. Die zei altijd van ja, dan kopieer ik je. Moet je maar eens een keer bij de 5 zintuigen op de
het YouTube-kanaal van de Vijf Zintuigen kijken. Heb je een hele documentaire van Tom van der Ven. Echt ontzettend leuk. Zeker een aanrader. En ga ook zeker kijken bij de bouw van de Fata Morgana. Dat is pas geleden geweest. Het waren 3 afleveringen. Ik heb ze alle 3 gezien. En ja, dat is echt de moeite waard om te kijken. Dat is echt ontzettend leuk. Dan zie je echt de hele bouw. Maar ja, het spookslot is eigenlijk dingen die ze in Fata Morgana gebouwd hebben. Ja, de besturing, zeg maar. De dingen maken. Dat is eigenlijk afgeleid van spookslot. Spookslot is echt een unieke attractie. Waar ze dus begonnen. Ja, dat was eigenlijk de eerste attractie waar de Efteling eigenlijk mee begonnen is. En de Efteling, die heeft daar ook patent volgens mij op aangevraagd. Ja, dat is eigenlijk de houten draai, is dat. Of de draaiende cirkel is dat. Je hebt dus een animatronic. En als je dan een soort houten rat hebt, dan kan je daar, die moet je dus zeg maar aansluiten op de hand van de animatronic. En dan hadden ze hem helemaal uitgezaagd. En daardoor ging de hand van de animatronic bewegen. Dat was in het spookslot, was dat het allereerste was dat. Zo hebben ze dus animatronics laten bewegen. Dat hebben ze later ook in Fata Morgana hebben ze dat gedaan. En ja, dat, daarom vind ik dat ook wel een beetje. Het is ook wel een beetje klassiek, is het. Het was de allereerste grote attractie in de Efteling. Het allereerste spookhuis van de Efteling was het. Ja, de Efteling heeft maar ook maar één spookhuis gehad, maar dat maakt niet heel veel uit. Maar het was gewoon een grote attractie. Heel veel werk aan geweest. Tom van der Ven, die heeft dat gebouwd. Met nog een heleboel anderen natuurlijk. Maar ja, ik vind dat wel jammer. Tom van der Ven is natuurlijk al jaren geleden overleden. Ik vind het wel heel erg jammer dat, ja, dat ze dat zo plat gooien. Ik had wel graag het spookslot wat langer gezien. En ik vind dat wel heel erg jammer. Ik vind dat wel heel erg spijtig, vind ik dat. Dat dat weggegaan is. Het is toch een beetje, ja, de klassieke dingen. Ik vind toch de laatste tijd, vind ik toch de Efteling al wat, ja, ze gaan een hele nieuwe richting op. En ja, ik heb het op de reacties heb ik gelezen op een gegeven moment op die site. En er waren ook een heleboel mensen waren daar mee eens dat de Efteling echt totaal een andere weg inslaat. En een beetje erg gaat afwijken van hetgene waar de Efteling eigenlijk officieel mee, waar de Efteling eigenlijk mee begonnen is. Ja, ik vind het gewoon heel jammer. Ik kom graag in de Efteling. En ja, oké, okay, dat werd ook al heel veel gezegd van ja, al die klagers nu zeiken dat dat spookslot weggaat, gaan die ook elke keer gaan die dan het spookslot in? Nee, maar dat kan ook niet. Maar dat is ook niet echt dat je dat elke keer doet. Ik doe ook niet, ik moet wel zeggen, ik doe wel bijna elke keer hetzelfde rondje een beetje. Maar het spookslot, ja, dat doe je één keer in de zoveel tijd. Pak ik die even mee. Om dat elke keer te doen, gaat dat vervelen. En om dan gelijk te zeggen van joh, ik gooi hem gelijk plat. En gelijk hup, de brandstapel ermee. Weg ermee, slopen die handel. Ja, je kan de attractie ook gewoon laten staan. Dan kunnen ze beter die Fabula loods kunnen ze beter plat gooien. Want het is ook, dat is echt, dat, ik vind dat geen gezicht, vind ik dat. Maar goed, in ieder geval, we gaan het wel zien. Ze hebben nog niet gezegd wat er voor terugkomt. Maar we gaan het wel zien wat er voor terugkomt. Ik ben heel erg benieuwd waar de Efteling mee komt. Want er komt weer een attractie, komt er weer voor terug. Maar ja, ik zit ook te denken van, ja, misschien zeggen ze wel van ja, dat is die achtbaan die er voor terugkomt. Ja, nou ja, dan vind ik het al een stuk minder, vind ik het al. Als ze een achtbaan terug plaatsen of inruilen, zeg maar, voor
voor het Spookslot. Ja, het Spookslot is attractie wat minder heftig is. En mensen zoals ik, ja, jullie weten het, ik ga nooit achtbanen in en zo. Dus ja, de Spookslot en Carnaval Festival en Fata Morgana en zo. En Droomvluchten, ja, dat zijn een beetje mijn attracties. Daar ga ik altijd in en zo. En als het dan weer een achtbaan wordt, ja, nou ja, ik ga niet in achtbanen. Dus ja, dan heb je er ook niet echt veel aan. Dus, we gaan wel zien wat er voor terugkomt. Ik ben heel erg benieuwd. Efteling kennende zullen ze wel weer een nieuwe ingeving hebben. Die zullen heus wel weer weten wat ze ervoor terug gaan zetten. Voorlopig wordt het geheim gehouden. En krijgen we pas later te horen wat er nou echt daadwerkelijk voor terugkomt. Maar ik vind het wel heel erg jammer, vind ik het. Ik vind het echt heel erg jammer. En zonde, in ieder geval. Ik hoop trouwens dat... Dat we binnenkort weer naar de Efteling kunnen. Binnenkort is er weer een persconferentie. Volgens mij is dat morgen of zo. Dan is er weer een persconferentie. Dus dan gaan we weer kijken of dat we weer naar de Efteling kunnen. En als we naar de Efteling gaan, dan gaan we in ieder geval sowieso gaan we nog eventjes kijken in het Spookslot. Ik heb de laatste keer volgens mij, heb ik hem ook meegepakt, Spookslot. Maar dit jaar zullen we wat vaker het Spookslot doen. Om toch nog eventjes wat dingen te filmen en zo. Ik vind het altijd wel leuk, altijd eventjes. Misschien ga ik later wel even een documentaire of een afscheidsvideo van maken. Van het afscheid van Spookslot. Dus kunnen we wel extra beelden. Schiet ik dan wel eventjes. Kom wel in de vlog. Ga ik wel extra beelden maken. En dan gaan we wat vaker het Spookslot in. Nu het nog kan. Maar goed, in ieder geval. We gaan wel zien wat het wordt. Wat de toekomst gaat doen. Ik kan niet in de toekomst kijken. Maar de Efteling kennende zullen ze wel weer een attractie ervoor terug doen. En zal er wel weer een groot afscheidavond wezen. Dat was natuurlijk met de Polka Marina was dat. Met Monsieur Cannibal was dat. Daar hadden ze nog een afscheid. Dat doet de Efteling trouwens wel heel erg goed. Natuurlijk de pop. Had je een hele afscheid van. Dan wordt die attractie altijd nog wel even een keertje in het zonnetje gezet. Dus dat is wel heel erg leuk is dat. Maar goed, dit was de video voor vandaag. Ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken. Een hele lange video, een praatvideootje. Over het Spookslot, wat er dus gaat verdwijnen. Heel erg jammer. Ik ben het er niet mee eens. Ik vind het heel erg jammer dat het Spookslot weggaat. Maar we gaan wel zien wat er voor terugkomt. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Groetjes van deze kant. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video livestream is. Vergeet deze video niet te liken met een dikke duim omhoog. En stuur eventjes naar al je vrienden, vriendinnen, familie, tantes, ooms, neven, nichten, oma's, opa's, vaders, moeders, weet ik veel allemaal. Stuur eventjes allemaal dit leuke YouTube-kanaal door daar naartoe. En momenteel zitten we al op 1060 abonnees zijn we al gegaan. Dus ja, ik weet nog wel dat we de 1000 abonnees hadden. Inmiddels zijn we dus al op 1060. Dus we hebben er alweer 60 bij gehad. Dus abonneer eventjes. En maak dit kanaal groot. Zou ik echt ontzettend leuk vinden. Groetjes van deze kant. En tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.